ik rijd pas 2 jaar wedstrijden. Ik heb daarvoor wel een beetje gefietst, een beetje met vader en een beetje die tourclubjes mee, maar 2 jaar in de wedstrijden. In het dorp hadden we van die kleine crossjes in het bos en een paar keer meedoen. En toen kwam de leider van de club van, moet je een keer een wedstrijd op de weg gaan rijden? Dat is goed. Dus zo is het een beetje begonnen. Ik denk het wel, zeker omdat ik pas 2 jaar fiets natuurlijk. En nooit onder begeleiding heb getraind of iets. Die begeleiding kan ik nu wel krijgen en daardoor kan ik wel groeien, denk ik. Nou, dit komend seizoen wil ik gewoon groeien. En ik zit eerst met school, eerst mijn school afmaken. En volgend jaar is er weer een kans en gewoon groeien.